waar ik nu toch terechtgekomen ben. Ik loop door een bos en ik kom op een veldje. En daar zijn allemaal volkstuintjes. En dan gaan wij praten met Johanna en Beatrice. Beatrice, jij weet er alles van. Vertel ons eens even, wat is een volkstuintje? Een volkstuin is een moestuin op een plekje dat niet bij huis is. Dat kan zijn een stukje grond dat je van de gemeente huurt. Het kan zijn dat je lid wordt van een volkstuinvereniging. Maar nu is het zo dat de gemeente Oldambt, die heeft alle losse stukjes grond die geschikt zijn als volkstuintjes, allemaal gebundeld en ondergebracht bij een nog nieuw op te richten volkstuinvereniging Oldambt. Daar zit jij ook in? Daar ben ik op dit moment de secretaris van. Ja. Maar we gaan pas in oktober draaien als we dan officieel opgericht zijn. En nu zijn we bezig met alle voorbereidingen. Maar nu zitten er op die volkstuintjes, en daar staan we nu op een van die volkstuintjes. Dat wordt al beheerd door een aantal liefhebbers, zeg maar. Wat gebeurt er nu met dat stukje wat nog over is bijvoorbeeld? Hè? We hebben achter een stukje gezien, staat een mooie appelboom. Wat gaat daarmee gebeuren? Wie kan zich inschrijven? Nou, de beheerder is iemand die over de grond gaat. We hebben het eigenlijk over gebruikers. Dus als je zo om je heen kijkt, dan zie je prachtige rijtjes bonen. Je ziet dat mensen hier al jaren met plezier bezig zijn met een stukje grond wat nergens geregistreerd staat. Dus ze huren het niet officieel, maar ze zijn wel heel erg leuk bezig. Als ze dat niet zouden doen, dan verwilderde dit helemaal. Want de gemeente heeft op dit moment ook niet alles precies in kaart. In kaart, ja. Precies. Nou, daar zijn wij dus ook voor om daar een beetje lijn in aan te brengen. En we zoeken veel mensen die graag willen volkstuinieren. Die A, niet weten hoe ze aan een leuk stukje grond komen. Maar we zoeken ook B, mensen die al leuk bezig zijn. En die ook graag hun ideeën en hun energie ook willen delen. Zodat we met z'n allen een hele actieve volkstuinvereniging ervan kunnen maken. Johanna, we staan hier op een heel mooi stukje grond. Wat eventueel voor jou zou kunnen zijn. Ik mag het een huren, hè? Ja. Maar ook dat is al fantastisch. Ja. Als ik dit stukje mag krijgen, dan zou ik heel fijn vinden. Want nou ja, als je het dan over paaltjes hebt, dan met Beatrice haar woorden te spreken. Ja, dit is volgens mij de grootste parel hier op het stukje. Voor mij dan, hè? Waarom ben jij op zoek naar een stukje grond? Ik heb al veel ervaring met tuinieren op zich. Niet met moestuinieren. Ik ben kleiner gewonnen en mijn tuintje is ook kleiner geworden. Maar eigenlijk wil ik dat niet vermengen met eten, zeg maar. Bovendien werk ik al anderhalf jaar thuis vanwege corona. Hybride werken gaat steeds meer en meer. Dus ik ben eigenlijk best wel veel thuis. En toen dacht ik van nou, dan, als ik dan een tuintje wil, dan wil ik even lekker op mijn fietsje. Even naar een andere omgeving. En dus er even uit ook. Nou wil ik graag een stukje tuin. Waar kan ik mij aanmelden? Je mag je bij mij aanmelden. We hebben nog geen officiële website. Dus je mag eventjes naar volkstuinverenigingoldambt.blogspot.nl. En daar vind je dan wel de gegevens hoe je een aanmeldingsformulier kunt aanvragen. Wat ik heel erg mis in mijn kleinere tuin is met mijn handen in de aarde en zien wat je doet. En ik heb een goede tip van Beatrice gekregen met vlastro. Ik kan eventueel schapen mooi laten omwoelen. Je krijgt ook direct adviezen? Mensen gaan met je meedenken. Ja, heel erg. Dus dat vind ik super tof. En ik heb nog nooit een stukje grond met schapen gehad. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. Dat is wel een uitdaging. Ja, zeker. Dus ik hoop dat ik het mag huren nog, nou zeg maar voor de winter, dat ik hier nog gewoon lekker straks aan de slag kan. Ja. Wat kost het om een volkstuintje te hebben? Nou, dat is het leuke. Dat gaan we samen beslissen. Oké. Want iedereen die bij ons een volkstuintje laat registreren, en dan hebben we het over mensen die nu al bezig zijn, zoals je hier de gebruikers ziet, of mensen die zich voor het eerst aanmelden, die worden allemaal lid van de volkstuinvereniging Oldambt. Dan komen de vergaderingen en dan gaan we allemaal stemmen over hoeveel huur willen wij eigenlijk wel gaan rekenen. Op dit moment zijn de huren belachelijk laag. Dus dan heb je het over prijzen, huurprijzen van ongeveer 1 euro per 100 vierkante meter per jaar, oplopend tot 7,50 euro.
per 100 vierkante meter per jaar. Dat is niks vergeleken met het Westen. Maar daar gaan we gezamenlijk over stemmen. Dus dat beleid dat bepalen we vanaf oktober samen. Wat zou jij in zo'n tuintje gaan verbouwen? Ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Ik vind zelf heel veel groenten hebben ook hele mooie bloemen. Artisjok bijvoorbeeld is kunst wat mij betreft. Hè. Dus artisjok komt erin. Eetbare bloemen. En voor de rest, ja aardappel eten, dus dat soort dingen skip. Ik ben heel erg op zoek naar ja, mooie dingen. Mooie bloemen, mooie planten. Maar evengoed, weet je, het is een kwestie van proberen. Want evengoed werkt het niet en ga ik toch bonen op stok zetten. Nou, hier staat al een appelboom, zie ik. Ja, dus die staat er al. Ja, Vertel mij nog even, wat doet het met je als je een volkstuintje hebt? Ach, het is heerlijk om je hoofd even leeg te krijgen. Je bent buiten in de natuur bezig. Je ontmoet leuke mensen. Wat ik persoonlijk echt leuk eraan vind, ik hou zelf van experimenteren en nieuwe dingen leren. Dus wat zit er in de grond? Wat zijn de verschillende soorten boontjes? Eetbare bloemen, wat kun je daarmee doen? Dus dat is voor mij het leukste, het uitprobeerproces. Maar voor iedereen is dat weer anders. De een houdt juist van lekker veel spitten, lichamelijk bezig zijn. We hadden eerder al gezegd, ik ken wel mensen die hadden een burn-out en die zijn door met een moestuin bezig te zijn op een volkstuin helemaal tot rust gekomen. Dus iedereen haalt er eigenlijk iets anders uit.